Herr Dr. Fröbe. Oh, hallo, ich bin Herr Dr. Fröbel und welkom in mein Kunstlaboratorium. Ich kann hier alles machen und tun, was mit Kunst zu machen heeft. Vandaag heb ik het met jullie over kleur. Let goed op, misschien leer jij nog iets. Zo, voordat wij gaan beginnen met schilderen, hebben wij natuurlijk splitters nodig. Want anders kunnen wij niet schilderen. Oké, ik ga jullie laten zien welke spulletjes jij nodig hebt om te schilderen. Ach ja, allereerst hebben wij natuurlijk nodig om geen klieperboel te maken, een onderlegblad. Ja, dan komt er niet al die verf op de tafel. Dat is heel belangrijk. Als we dat gedaan hebben, dan hebben wij natuurlijk om te verven op nodig verf. Hier hebben wij yellow, gelb, citroengeel. Hier hebben wij cyan, dat is blauw, noemen wij cyan, dat is de naam. En wij hebben, jullie noemen dat roze, maar de naam is magenta. Dat zijn drukkerskleuren, daarmee kunnen wij dadelijk mengen. Wij hebben natuurlijk ook nodig wit. Wit om de kleur een beetje lichter te maken. En wij hebben een beetje zwart, maar niet te veel. Zwart is niet heel veel gebruikt, alleen om kleur donkerder te maken. Hè? Ja, dan hebben wij natuurlijk ook nodig om te schilderen een beetje papier of een doek of paneel om op te schilderen natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. We kunnen niet zomaar overal op schilderen. Ja. Nou, wat hebben we nog meer nodig? Water. Ja. Kunnen wij die kwasten op penseel een beetje schoonmaken, maar ook de verf aanmaken? Dat ga ik later nog vertellen. We hebben ook nodig, natuurlijk, een palet. Dan kunnen we die verf opdoen en dan kunnen wij mengen. Dat ga ik nog laten zien. Dit is hier ook een palet. Ja, dat kunnen wij weggooien naar gebruik. Ja. En wij hebben natuurlijk, wij gaan niet vingerverven. Nee, wij nemen kwasten. Wij hebben kleine kwasten en wij hebben grote kwasten. Ja, die kunnen wij gebruiken. En we hebben ook naast die kwasten, hebben wij penselen. Ja, een penseel is wat anders dan een kwast. Ja, dat ga ik nog uitleggen. Ja. We hebben kleine penselen en ook grote penselen. Dat hebben we allemaal nodig om te schilderen. Zo, jetzt hebben wij alles om te gaan schilderen. We hebben verf, we hebben water, we hebben een palet. We hebben die kwasten en penselen en natuurlijk ons papier. Die ondergrond. En ik maak geen smeerboel. Dat is heel wichtig, heel belangrijk. Oké, heel veel succes. En kijk snel naar mijn volgende filmpje. Dag, tschüss.